De kappers weer open en de avondklok verlengd. Maar wat heeft het kabinet vandaag nog meer besloten over de coronaregels? Goedenavond. Leden werven en vasthouden, dat valt niet mee in coronatijd. Want wat heb je als sportclub te bieden als je maar weinig kan organiseren? Mag niet buiten of binnen, dus ja, je moet maar buiten. En een Hitler-snorretje op het gezicht van premier Rutte. In Westervoort zijn verkiezingsposters van de VVD beklad. Het is te ziek voor woorden. Er zijn een paar, ja, om even hard te zeggen, gekken die hier rondlopen kennelijk. En die het nodig vinden om dit soort leuzen op posters te plakken. Ja, we zitten nog steeds in een lockdown met avondklok. En we weten inmiddels dat het demissionair kabinet in de persconferentie van vanavond de coronaregels maar een klein beetje gaat versoepelen. Gelderse ondernemers leven tussen hoop en vrees, want wie mag straks wel open en wie niet? Let's get down to business. De horeca moet weer open. Den Haag, word alsjeblieft wakker. Dennis is al gestopt met zijn entertainmentbureau en zijn horecazaak zit door corona nog steeds dicht. En ja, het gaat hier natuurlijk ook heel slecht. We willen graag een streefdatum hebben dat we weer gewoon open mogen. Je ziet met het mooie weer overal mensen. De bossen zijn vol en dit zou niet kunnen op 1,5 meter. Ik heb een kapperszaak hier in Arnhem. Zoals je ziet, leeg stoelen helaas. En we hopen 2 maart om te kunnen openen weer. Maar als het niet zo is, dan wordt het heel zwaar. Helaas moet er ook ontslagen komen. Kapper Omar zit er dubbel in. Hij verloor een familielid door COVID-19. Ik heb mijn oom verloren en aan de Britse variant. Hij heeft in intensive care gelegen, coma gelegen. Helaas heeft hij het niet kunnen redden. Dus het is echt dubbel gevoel. Als ondernemer wil ik graag mijn zaak openen, maar we moeten echt veilig kunnen werken. Veilig kan er volgens kappers gewerkt worden, nu de kapperszaken er nog zijn. Ik heb helaas van heel veel collega's al moeten horen dat ze al in december bijvoorbeeld de salarissen van hun personeel niet konden betalen. Symbolisch hebben wij de lichten aangedaan. Het is ook echt nodig. Wij willen weer aan het werk. Dennis hoopt dat de horecaondernemers ook symbolisch het licht aandoen, net als de kapper in Nijkerk. Aanstaande zaterdag tussen 6 en 8 gaan wij open. De ramen gaan open, de deuren gaan open en we draaien muziek. Even om te laten zien dat de horeca nog leeft. Ja, en dan de coronacijfers van vandaag. In de afgelopen 24 uur zijn er in Gelderland 363 besmettingen geregistreerd door het RIVM. En dat zijn er 53 meer dan de 310 van gisteren. Landelijk was er in de afgelopen week een stijging van 19% in het aantal coronabesmettingen. En opvallend was dat de toename relatief het hoogst was bij kinderen tot 12 jaar. 70% van de verenigingen ziet het werven en vasthouden van leden als een probleem. Dat blijkt uit de Achterhoekse Verenigingsmonitor. In coronatijd is het lastig om als club je leden vast te houden, doordat je niet of nauwelijks activiteiten kunt organiseren vanwege dus die coronabeperkingen. Maar met wat creativiteit blijken er toch wel mogelijkheden te zijn. Hier brengen. Er wordt hard getraind op het trainingscomplex van voetbalvereniging DZC 68 in Doetinchem. Maar het zijn geen voetballers die zich in het zweet werken. Nee, geloof het of niet, op het kunstgras zijn jeugdvolleyballers van Orion aan het trainen. Trainen op een voetbalveld, dat is wel apart, hè? Ja, dat mag niet binnen. Dus... Maak je die kring wat groter? Mag niet buiten of binnen. Dus ja, nu moet maar buiten. Ja, dat is misschien een beetje een rare locatie voor een volleybaltraining. Maar wij zijn al lang blij dat we training kunnen aanbieden. Zorg dat je helemaal als de plank blijft, hè? Je merkt toch inderdaad dat je anders de binding met je leden verliest. In april 2020 hebben wij een verenigingsmonitor uitgezet onder alle verenigingen in de Achterhoek. En daarbij gaf eigenlijk 70% aan dat zij echt wel wat meer aandacht willen besteden aan ledenbinding en behoud. Oké, weer lichtsteun. Daarom zijn voor de Achterhoekse verenigingen online sessies georganiseerd. Die sessies moesten het creatieve denkproces bij de club stimuleren om met ideeën te komen om de leden toch wat te kunnen bieden in coronatijd. En zo de band tussen club en lid te verstevigen. Nou, er zijn heel veel ideeën uitgekomen. 78. En zo ontstonden bijvoorbeeld ook de buitentrainingen van Orion op het voetbalveld. De 78 plannen moeten de komende tijd met behulp van sportbedrijf Doetinchem worden uitgevoerd. Ja. Nu kan ik tenminste weer een beetje bezig zijn. En anders zit ik alleen maar thuis stil. We hopen dat we ze wel het eerste setje hebben gegeven om daar wat mee te gaan doen. Komt een doel achter je langs, daar heb je niks aan als volleyballer, hè? Nee, zeker niet. Toch blij dat je hier mag trainen? Ja.
Ja, maar misschien mag hij binnenkort gewoon weer op zijn vertrouwde locatie trainen. Want volgens Haagse bronnen wordt vanavond bekend dat teamsporten voor jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar weer wordt toegestaan. De man die in mei 2020 in een gasexplosie veroorzaakt in de Nijmeegse wijk Hillekesakker moet voor 5 jaar achter de tralies. En daarnaast moet de 63-jarige man ruim 70.000 euro schadevergoeding betalen aan de buurtbewoners. Volgens de rechtbank sneed de dader de gasslang van zijn fornuis door en liet hij zijn woning volstromen met gas. Bij de ontploffing om 5 uur 's middags werden 2 huizen volledig verwoest. De rechtbank neemt de man de explosie in de drukke woonwijk zeer kwalijk. En ondanks het feit dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, vindt de rechtbank een lange gevangenisstraf op zijn plaats. Het rapport waaruit blijkt dat er gediscrimineerd wordt binnen de gemeente Arnhem bij het personeelsbeleid deed al veel stof opwaaien. Maar nog kwalijker dan de aangetoonde discriminatie zelf is het feit dat het rapport jarenlang onder de pet is gehouden. En daarover moeten de betrokken wethouders zich woensdag verantwoorden tegenover de gemeenteraad. Het discriminatierapport bleef jarenlang in de la, tot ChristenUnie-raadslid Nathalie Neder er vragen over ging stellen. Ik ben vooral verontwaardigd over het feit dat de raad hier zo achteraan moet blijven zitten. Het college geeft geen openheid van zaken, het is niet transparant. Zoals je ziet, heel veel is zwart gelakt, terwijl het gewoon openbare informatie is. Maar dat wordt nog wonderlijker als het gaat over iets wat zo ontzettend urgent is. Dus als het gaat over inclusie en over discriminatie. Als reden om het achter te houden stelde de gemeente dat het rapport niet af zou zijn. Onzin, pareert de professor die het onderzoek deed. De gemeente steekt zijn kop in het zand. Dit kan het daglicht niet verdragen. In het licht van de grondwet en de algemene wet gelijke behandeling kun je zo'n rapport niet naast je neerleggen. Ik begrijp niet dat de leiding van een overheidsorganisatie besluit de andere kant op te kijken. En dat is wat we hier dus ook zien, dat er wel degelijk signalen zijn geweest bij het college. Want is hier echt iets ernstigs aan de hand? En dat die signalen gewoon niet of niet voldoende zijn opgepakt. Woensdag zullen de betrokken wethouders Jan van Dellen en Martin Lauwers verantwoording af moeten leggen over de affaire aan de gemeenteraad. Zij willen op dit moment niet reageren. Kunnen de wethouders blijven zitten? Ja, dat de raad foutief is geïnformeerd, dat is eigenlijk onacceptabel. Wat mij betreft is iedere conclusie na het debat mogelijk. Ik hoor wel tussen de regels door van nou, het is eigenlijk wel zo groot dat hier wel een politiek signaal gegeven moet worden. Ook voor de positie van de wethouders. Ja, eigenlijk wel. Een stukje gas uit het stadion van je eigen clubpie. Ronnie ten Kate is Vitesse-fan in hart en nieren en is als een kind zo blij met zijn trofee. Ja, het is wel, het voelt lekker zwaar aan. De politie sluit de zaak van de moorden op 2 mannen in Arnhem en Amersfoort in november vorig jaar. Alle betrokkenen zijn dood. Volgens de politie is een 53-jarige inwoner van Arnhem verantwoordelijk voor het doden van een 74-jarige man uit Amersfoort en een 55-jarige man uit Laren. Daarna beroofde de schutter zichzelf van het leven. Deze Arnhemmer staat bekend als Incasso Kees. Hij was eigenaar van incassobureau Plan B aan de Jans Binnensingel in Arnhem. Een gedicht van kindercorrespondent Taco Rietveld uit Arnhem, dat hij maakte voor leerlingen die in coronatijd op de basisschool zitten, gaat viral. Met zijn woorden wil hij kinderen een hart onder de riem steken. Zijn die grote mensen die blijven kletsen en je ook dit jaar met dezelfde testen pesten? Zien ze dan niet dat alles anders is gegaan? Hoe fantastisch jij het hebt gedaan? Hoe ongelooflijk veel je hebt gepresteerd in andere dingen die je eigenlijk had geleerd? Volgens Rietveld kregen veel berichten van kinderen dat ze er doorheen zitten en dat ze steun nodig hebben. En daarom schreef hij het gedicht. Het levert een veel positieve reacties op van zowel kinderen als van hun ouders. En het gedicht is een hit op internet. Let maar op mijn woorden, het komt allemaal goed. Je komt echt terecht waar je wezen moet. Lonneke Sloetjes stopt definitief met topvolleybal. De beste Nederlandse volleybalster aller tijden besloot vorig jaar mei een pauze te nemen omdat ze de motivatie miste. De Achterhoekse sterspeelster kiest er nu voor om meer tijd aan haar familie te besteden. Sloetjes won onder meer 2 keer de Champions League en werd in 2016 met Oranje 4e op de Olympische Spelen. Haar topsportbestaan ging haar tegenstaan, waardoor ze besloot om er voorlopig een punt achter te zetten. En ze kiest er nu dus voor om zich vanuit de Achterhoek te richten op haar maatschappelijke carrière. Alle verkiezingsposters van de VVD in Westervoort zijn beklad met onder meer hakenkruizen.
Ook is op de foto van Mark Rutte een Hitler-snorretje getekend. De Westervoortse fractie van de VVD is geschokt. De posters zijn afgelopen zaterdag op 4 verschillende plekken in Westervoort opgehangen. Meteen een paar uur daarna was het al raak. Posters van andere partijen zijn niet beklad. Het is te ziek voor woorden. Er zijn een paar, ja, om even hard te zeggen, gekken die hier rondlopen kennelijk. En die het nodig vinden om dit soort leuzen op posters te plakken. De bekladding bleef niet bij één keer. Afgelopen zaterdag zijn de posters geplakt. Vervolgens is er eentje beklad. Daaropvolgend hebben we die vervangen. En even later bleek dat ze alle 4 weer beklad waren. Inwoners van Westervoort keuren de verminking van de affiches af. Nee, dat is niet goed. Dat moeten ze niet doen. Ze moeten ze niet aftrekken. En ook die snor daar ook, dat is niet correct. Ik vind het belachelijk. Het feit dat je een vergelijking gaat maken van iemand met Hitler. Laag bij de grond. De meeste reacties die zijn echt wel aan onze kant in zekere zin. Voor zover je van kanten kan spreken. Misschien is het meer de kant van fatsoen. Maar er zijn ook andere reacties op social media. Je ziet ook de andere kant van de medaille. Er zijn ook mensen die het goede teksten vinden. En die het heel terecht vinden dat posters op deze manier verminkt worden. De gemeente heeft de zaak bij de politie gemeld. De Westervoortse VVD doet aangifte wanneer de verkiezingsposters weer worden besmeurd. Vandaag, precies 3 weken geleden, werd hij begraven. Palingroker Dries van den Berg. Bijna elke Harderwijker kende hem en hij was een ambassadeur voor de stad. Hij overleed eind januari op 64-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Zijn zoon Peter heeft nu het stokje overgenomen en hij mist zijn vader nog elke dag. Goedemiddag. Het was niet alleen mijn vader, het was natuurlijk ook mijn compagnon, het was mijn beste vriend. Eigenlijk alles in één persoon. En dat gemis is heel intens. Vanwege corona moest de uitvaart natuurlijk anders dan anders. Maar het aantal mensen langs de route geeft wel aan hoe populair Dries was. Hij was heel indrukwekkend. Ik zat met mijn broer voor op die koets, met die koetsier. En voor ons waren natuurlijk allemaal bekenden. Maar dat heeft wel echt heel veel losgemaakt. En ik weet ook zeker dat hij het prachtig had gevonden. Het liefst had hij natuurlijk zelf bovenop die koets gezeten. En iedereen heeft zijn hand opgestoken. En voor mijn gevoel was dat ook zo. Maar het was echt een heel mooi moment. Dries heeft veel betekend voor de palingvisserij en Harderwijk. Zo kreeg hij toenmalig koningin Beatrix zover dat ze bij haar bezoek aan de stad in 1981 een visje at. Ik weet dat dat gebeurd is en dat er voor het eerst een etende vorst op de voorpagina van de Telegraaf stond. Dat was wel ultiem natuurlijk. Dat was ook typisch Dries. Het palingmuseum dat Dries heeft opgezet en de rokerij blijven. Met als zijn viswinkel. Dat was onze droom. En ja, dat moet ik nou alleen doen. En dat niet dat ik dat niet kan, maar het is, met hem was het leuker. Dus dat maakt het moeilijk. Ook dit jaar volgt ons natuurplatform Buitengewoon het wel en wee van een jonge ooievaarsfamilie. Dit jaar volgen we niet één, maar zelfs 4 nesten. En dat allemaal via 1 camera. De eerste nesten zijn inmiddels ook alweer bezet. Het is snel gegaan. De ooievaars in Herwijnen hebben het voorjaar in de bol. Dat is onvoorstelbaar. Die vorstperiode was voorbij. En vorige week maandag was de dooi ingevallen. En meteen kreeg je meer activiteiten van de ooievaars. Dit zijn blijvers. Die hebben eerst de keus en die gaan hun nest al een beetje verdedigen. En kijken wat het mooiste nest is, wat ze het mooist vinden. Gaan er al een beetje om vechten. Maar die uit Afrika komen, die hebben de tweede keus hoor. Dat is wel zeker. De komende weken staan in het teken van de voortplanting. De daad zelf is een behoorlijke uitdaging voor de vogels Wit Piet. Als mannetje zijn, dan moet je op de vleugels van het vrouwtje gaan staan. Dat vrouwtje moet er evenwicht houden. En dan moet jij je kunstje nog eens een keer gaan doen. Dat is echt niet makkelijk hoor. Daar moet je wel eventjes voor oefenen. Daar zijn de ooievaars de komende weken druk mee. En de camera's van Buitengewoon kijken mee. En nou lijkt die camera ook gewoon bij jou de slaapkamer in te kijken. Dus hoe gaat het dan 's avonds? Ja, nou, dan is het heel eenvoudig. Dan gaan de gordijnen dicht. En het licht gaat uit. Ja, en als u naar de YouTube-pagina van Buitengewoon gaat, dan is dit het beeld dat u van de livestream ziet en waarmee u op elk moment van de dag kunt meekijken in het ooievaarsnest. De gasmat van Vitesse was nodig aan vervanging toe, maar nog voor de nieuwe zoden goed en wel in Gelredome liggen, heeft een trouwe supporter er al een stukje van bemachtigd. En daar wordt goed voor gezorgd. Nou, ik ben de trotse bezitter geworden van een stukje
Ja, van de nieuwe grasmat van Vitesse. En daar is Ronnie maar wat trots op. Een mooie mat, vindt hij. Ja, het ziet er op zich wel goed uit. Het is in ieder geval groen. In vergelijking met de vorige grasmat. Ja, het is wel, het voelt lekker zwaar aan. Ondertussen wordt bij het Gelredome de laatste hand gelegd aan de nieuwe zoden. Ja, we zijn gistermorgen begonnen. En het heeft heel goed gelopen. Dus en we zijn klaar. Dus er kan gevoetbald worden? Het veld, als de lijnen erop staan, is het speel klaar. Ja. En er ligt echt ander gras dan waar de club voorheen op speelde. In het verleden hadden ze een hybride gras. En nu hebben ze een sportgras. En dat was hun keuze voor deze keer. Maar of dat gaat helpen om tot betere resultaten te komen? Wij kunnen alleen voor een goede grasmat zorgen. En hoe dat de bal gespeeld wordt, moet toch de speler zelf doen. Maar ik blijf hoop houden dat met dit gras de resultaten toch weer gaan boeken de rest van het seizoen. Ja, voor we naar het weer gaan, nog even dit. Het is alweer ruim een week geleden dat Gelderland bedekt lag onder een dik pak sneeuw. Maar hier en daar vind je toch nog wat sneeuwresten. Zoals hier in Brinkheurne. Of bij park Lingenzegen in Elst. En ook hier in een sloot in Wageningen is nog een klein restje sneeuw te vinden. Hoe kan dat toch, na al die dagen zonneschijn en hoge temperaturen? Nou, deze sneeuw is eigenlijk hele slimme sneeuw, zou je bijna kunnen zeggen. Want hij ligt weliswaar in het zonnetje bij 16 graden, maar hij veroorzaakt zijn eigen smeltwater. Hij ligt dus in een bed van koud water van 0 graden, wordt vanaf de onderkant comfortabel gekoeld, ondanks de zon die erop schijnt. En zo kan de sneeuw heel lang blijven liggen. Maar nog even en dan is het echt gebeurd met de sneeuw, denkt hij. De zon blijft natuurlijk zijn werk doen met hoge temperaturen. Als ik hier naar kijk, geef ik dit nog 2 dagen. Ja, en dan het weer van Weerplaza. Het blijft nog even zacht weer en vanavond en vannacht is het ook rustig en droog met minima rond 9 graden. Morgen overdag dan kan de temperatuur stijgen naar 18 of 19 graden. Er waait een matige zuidelijke wind en er zijn zonnige perioden. En dan kijken we nog even vooruit. Donderdag, die begint ook nog vrij zonnig. Later op de dag neemt de bewolking toe en in de avond kan er wat regen vallen. Het wordt 16 graden. Vanaf vrijdag is het minder zacht. Maxima liggen dan vaak tussen 10 en 11 graden. En ook de nachten worden een stuk kouder met minima soms rond het vriespunt. Wel blijft het droog en zijn er overdag flinke zonnige perioden. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site kunt u vanavond de coronapersconferentie van premier Rutte terugkijken. Wat zijn de versoepelingen? Ik wens u nog een fijne avond.